kijkers bij Harm en Frodo. Welkom bij een nieuwe top 10 van mij vandaag. Hey, dan moest je nog zeggen, dat kan je nu even zien. Once I was 7 years old, my mama told me go. Op de 10e plek staat de eerste keer van mij in de vlog, waarin ik heerlijk een broodje aan het eten was. Dat kan je nu even zien. Pas. Oh, hallo. Nou, nu sta je in de vlog, leuk hè? Ja. Ja, dat was het dan weer. Make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old. Op de 9e plek in deze top 10 staat het moment dat Lucas en ik samen in Duitsland waren. En toen wij samen in Duitsland waren, ging Lucas de tent opzetten. Want ik kon dat eigenlijk beter, maar hij wou dat heel graag. En toen ging hij dus proberen de haringen erin te slaan met zijn voet. Maar toen kwam hij op een laag basalt. Dat kan je nu even zien. Je hart? Je hoort het gewoon. Ik voel het al. Het is basalt. Nee, toch graniet. Wel of niet? Grawel. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Op de 8e plek staat Storming Amsterdam, waarin wij aan het fietsen zijn en we naar links moeten, maar we kunnen helemaal niet naar links. Lucas, de kijkers. Je mag niet fietsen met een telefoon. Wat? Je mag niet fietsen met een telefoon. Ja, en? Dus, ik moet jij nu een boete geven. Echt? Ja. Oh, mooi. Hier naar links. Links? Je kan hier helemaal niet naar links. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. Op de 7e plek staat het moment dat Lucas op de Benefits was aangekomen. Ik ben in totaal 1,5 uur boven op de Benefits geweest en Lucas 10 minuten, omdat hij bij het deel zat van de mensen die echt gewoon veel te laat aankwamen. Maar daarom had Lucas wel een heel leuk moment op de Benefits, dat hij zei dat we het gingen halen en ik dus 50 minuten eerder aankwam dan hij. Dus dat is wel grappig. Ja, wil je dat zeggen in de vlog? Ja. Mooi, hij staat aan. Nou, kijkers, we gaan het halen. Ja, ik heb er zelf eigenlijk totaal geen vertrouwen meer in. Wel hoor, maar jij wel, dus dat is mooi. Deze man die hier als dappere held omhoog komt, heeft er blijkbaar ook vertrouwen in. Ik ben trots op u. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. De 6e plek staat een grappig moment waarbij Harme een foto gaat maken van mijn foto. Oh. Kas op de vlog. Iedereen naar log. Maak je nou een foto van mijn foto? Nee, ik maak een foto van jij die een foto maakt. Aangenaam. Wie geht das dir? Never rich, so we were out to make that steady bigger. Op de 5e plek staat alweer het moment dat Lucas en ik aankwamen in een huisje waar noedels lagen. En dat Lucas probeerde met een bomvest een hele berg op te blazen. En dat bleek Sam nogal grappig te vinden, want die is zo'n communist die dat gewoon prettig vindt om een berg op te blazen. Nou, de hele berg gaat boom. Maar dat vindt Sam wel. Bam! Maar ik had bijna Daniel verslagen. Zo, nee, prachtig hè? Dit is echt lekker. Oh, oh, een reepie! Oh. Het is een noedel. Hoi. Hallo. Noedels. Once I was 11 years old. En op nummer 4 staat de enige echte tas-unboxing van mij tijdens Storming Duitsland. Helemaal niet, Storming Amsterdam. Tijdens Storming Amsterdam. Doe mij even opnieuw. Ja. Welkom bij Lucas Tas Unboxing. Wat zit er allemaal in je tas? Ga maar kijken. Werkt het? Daddy told me go get yourself a wife or you'll be lonely. Lucas heeft een ontzettend goede vriend, die heet Wouter. Ik snap ook niet waarom hier vrienden mee is, want Wouter is veel perfecter dan hij. Maar die vriend gingen we dus lyrics pranken, of lyrics pranken, zoals jullie dan altijd zeggen. Maar dat gebeurde in de vlog van 50 vragen met. En dat willen jullie natuurlijk zien, maar ik ga er nog heel even over praten. En nu even wachten tot hij iets reageert. Oké, dit is zo raar. Maar ik vind het nog ongemakkelijker omdat ik nog moet. En ik ga denk ik doen mijn Leon. Wat wilde gij nou weer, zegt hij ook. Ik vind het wel grappig hoe hij reageert. Maar hij negeert het een beetje, die zinnen. Half. Hij heeft toch wel alles op gereageerd. Ja, maar de eerste stuurt hij wat met een lachende smiley. Dan begin ik over iets anders en dan negeert hij het toch. En dan op nummer 3
2 ben ik er in het hele leuke reuzenrad in Walibi, waar we het heel gezellig gaan hebben. Puffy game. Puffy handen los. Nee, ik doe niet mijn handen los. 10 seconden. Gaan we nog... Oh, daar ging mijn pet bijna. En mijn pet is net afgewijkt. Ja, joh. I always had that dream like my daddy before me. En op nummer 1 staat de carnaval attractie met Lucas. En die attractie duurt zo lang dat je in die gehele attractie heel de Lord of the Rings kan kijken. En een corona podcast met Lucas kan nasynchroniseren. En dan pas is die attractie klaar. En dan denken jullie, mogen we dat nu zien? Dan mogen jullie nu zeker zien. Tot ziens. Welkom bij weer een gloednieuwe corona podcast. Vandaag hebben we een artikel uit 2010. Ja. En dan hebben we het over de derde wereldoorlog van de Rutger en de Bier. Dus even rondkijken ofzo, weg met die camera. Ja, wat heb ik hier te doen? Dit is echt de meest kinderachtige attractie die ik ken. Allemaal bedankt voor het kijken. En volg Arme nog eventjes op Instagram. @ArmeFrodo. Official. Doe een like.